In deze video leer je een eigen stijl maken en opslaan voor je Prezi. Zoom in op ingrediënten. Klik op Customize. Scroll naar beneden en klik op Advanced. De Theme Wizard opent zich. Zorg ervoor dat in de linker benedenhoek de optie Wizard aangeklikt is. Je kunt nu de achtergrondkleur van je Prezi kiezen. Kies voor de kleur heel lichtgrijs. Je krijgt het resultaat meteen te zien in het preview-scherm. Klik op Next. Je kunt nu het lettertype en de kleur aanpassen van de twee titelstijlen, Title 1 en Title 2, en van de tekststijl Body. Wijzig het lettertype van Title 1 in Comica Title en kies als kleur donkergrijs. Klik op Next. Je kunt nu ook de kleur van je frames aanpassen. Kies voor iets lichter dan donkergrijs voor de Circle Bracket en Rectangle Frame. Klik op Done. Bekijk de aanpassingen via Present. Kies terug voor Customize in het bovenste menu. Scroll naar beneden en klik op Save Current Theme. Je stijl verschijnt nu onder Your Themes, klaar om in de toekomst opnieuw te gebruiken. Klik op Revert to Original om terug te keren naar de eerste stijl. Klik onder Your Themes op de opgeslagen stijl wanneer je die terug wil gebruiken.